Nou, de maatregelen hebben tot nu toe gezorgd voor meer doden, eigenlijk door de maatregelen, dan door dat de maatregelen eigenlijk slachtoffers hebben voorkomen. Felix, verleden kerst was niet zo gezellig, er mocht weinig. Deze kerst is niet veel beter. Hoe lang gaat dit nog duren? Nou, we dachten dat we na alle vaccinaties weer alles open hadden. Dat iedereen weer eigenlijk gewoon kon doen en laten. En dat we weer met z'n allen een heerlijke kerst met z'n allen zouden kunnen hebben. Niets is minder waar. En ik weet niet waar dit verhaal gaat eindigen. De druk is nog altijd hoog. We kunnen hen niet vragen om voor ons te blijven dweilen als we zelf de kraan open laten staan. De rek is er al heel lang uit in de zorg. Corona blijft onder ons. We zullen ermee moeten leren leven, hoe moeilijk dat ook is. Eerst was natuurlijk de beloofde oplossing het vaccineren. Nou, daar blijkt niet zoveel van terechtgekomen te zijn. We hebben na 6 maanden, betekent dat iedereen die gevaccineerd is ongeveer dezelfde kans heeft om weer besmet te raken. En daarnaast hebben we nu een nieuwe variant. En dat hoort ook zo. We hebben steeds nieuwe varianten die blijven komen. En de Omicron-variant die blijkt niet zo gevoelig voor de huidige vaccins te zijn. De boosters staan klaar. Ja. Wil jij die of niet? Nee, nee. En waarom niet? Oh, ik heb heel veel theorieën, maar dat kan ik niet op beeld zeggen. Uit de cijfers blijkt en uit de grafieken blijkt dat de booster toch wel heel erg efficiënt is. Nou ja, ik kijk als dokter daar heel erg anders naar. Ik kijk gewoon wanneer moet je een medicijn geven bij welke kwaal. En als de kwaal erger is dan het medicijn, dan moet je mensen het medicijn geven. In dit geval kan dat een vaccin zijn. Maar in heel veel gevallen is het zo dat het medicijn erger is dan de kwaal. En daar wordt eigenlijk niet bij stilgestaan. Als ik gezond ben, waarom zou ik dan een vaccinatie moeten nemen? De kleinkinderen worden ook gevaccineerd. Ja, de oudste zijn 14 en 16. Ja. Maar de jongste 5 en 9. En denkt u dan niet van, nou misschien is het goed om hun immuniteit nog... Dat zelf op te laten ruimen? Ik geloof niet dat het zo'n probleem is. Ik vind het een zeer slechte zaak dat we kinderen gaan vaccineren. Waarom? Kinderen die zitten, zeker als ze jonge kinderen betreft, 5 tot 11 jaar, die zitten nog eigenlijk in hun totale ontwikkeling van hun immuunsysteem. En bij jonge kinderen weten we dat er geen enkel kind is overleden van deze leeftijd door corona. Dus als je weet dat kinderen gewoon niet kwetsbaar zijn, niet overlijden aan corona en ze wel gaat blootstellen aan een experimenteel medicijn, dan is het gewoon, denk ik, onterecht dat je deze kinderen oproept om te laten vaccineren. Maar ja, mensen doen het natuurlijk ook vaak, hè, kinderen vaccineren, om juist die kwetsbare opa en oma te beschermen. Omdat kinderen corona kunnen krijgen, maar vaak met weinig symptomen. Is dat niet een geldige reden dan, volgens u? Nee, ik vind het geen geldige reden om je kind te laten vaccineren, om zich op te offeren voor opa's of oma's. Ik moet eerlijk zeggen, ik was in het begin ook bang voor corona, want... De voorspelling was dat 3% van de mensen die corona zouden krijgen zou overlijden. 99,95% gaat niet dood aan corona. Dat betekent dus dat de kans om ernstig ziek te worden door corona of te overlijden zo klein is, dat je moet afvragen of het gerechtvaardigd is om de hele maatschappij plat te leggen door QR-codes, door andere mensen restricties op te werpen. Voor een ziekte die vergelijkbaar is met influenza. Felix, wat zou jouw tip zijn voor zowel de gevaccineerde als de ongevaccineerde mensen die nu twijfelen om zich opnieuw of voor het eerst te laten vaccineren? Dan heb ik het over de booster of de gewone vaccinatie. Nou, ik denk dat we eerst reëel moeten zijn en je moet afvragen, wil ik door een hoepel heen springen die een overheid eigenlijk opwerpt op niet-medische gronden? Maar op het moment dat ze aan je portemonnee komen en je dus bijvoorbeeld niet ergens meer kan werken doordat je niet gevaccineerd bent, wordt het natuurlijk moeilijk, hè? Om van principes kan je niet eten. Nee, maar dit betekent dus, zolang wij dit allemaal door laten gaan, betekent dat de overheid ook geen enkele reden heeft om daarmee te stoppen. Staan de gevolgen van de maatregelen, hè, dus de slachtoffers van die maatregelen, nog in verhouding tot een veiligere wereld door die maatregelen? Nou, de maatregelen hebben tot nu toe gezorgd voor meer doden. Eigenlijk door de maatregelen, dan door dat de maatregelen eigenlijk slachtoffers hebben voorkomen. En ik denk dat dat gewoon echt in een goede verhouding moet komen. En dat mogen we kunnen verwachten van onze overheid.